2. Ja. Ja. Ik vind zelf, hoe meer geld, hoe meer vrijheid je hebt. Dus hoe meer dingen je kunt doen, meer dingen je kunt permitteren. Ja. En lang leven de lol dan. En lang leven de lol. Ja. Maar goed, dan met een gulden kun je niks opmaken. Je hebt gewoon meer nodig dan dat. Ja. Nou, met een gulden kun je een gulden opmaken. Maar ja. Om geld te verdienen moet je ook hard werken. Dat gaat weer ten koste van je vrije tijd. Ben jij een carrièreman in de zin dat je bereid bent om voorlopig je vrije tijd op te offeren? Ik heb er heel veel voor over, maar af en toe uitgaan vind ik ook heel belangrijk. Hoe ver ga je daarin in een relatie? Wie komt op de eerste plaats? Jouw baan of jouw partner? Partner komt op de eerste plaats, ja. Als die maar daar betaalt. Moet je samen. Wat lief? Als die betaalt. Ja, dat is goed. Ja, inhaken. Maar jouw partner? Ja, vind ik wel. Oké, de vraag is voor jullie allemaal. Wat zie je als je ideale inkomen? 1. 39.800 gulden bruto per jaar. 2. Meer dan dat. 3. Geld vind ik niet belangrijk. Ga je gang. Ik ben benieuwd. Mirjam. Ja. Ja, ik vind het wel leuk om veel geld te verdienen. Ja? Ja. Waarom? Het lijkt me gewoon makkelijk. Het lijkt je makkelijk? Ja, maar werk je er echt naartoe? Ik bedoel, iedereen vindt het wel leuk natuurlijk om heel veel geld te hebben, maar ben je er echt naar op weg? Nee, ik denk het niet. Je denkt het niet? Nee. Vind je het belangrijk dat een partner, een vriendje van jou, jou zou kunnen onderhouden? Ja, zeker. Ja. Nou, dat is helemaal niet raar hoor. Maar waarom vind jij dat? Zie, wat stel jij je voor over een paar jaar? Dat jij, wil je kinderen hebben? Oh jee, dat weet ik niet. Weet je nog niet? Nee. Waarom zou dan jouw partner jou moeten kunnen onderhouden? Zo het wordt een soort NCRV-achtig geheel hier. Jij weet het niet, maar jij vindt veel geld leuk, maar je doet er niet alles voor. Nee. Marjan, excuus voor de mensen van de NCRV die ook kijken. Ik bedoel er niks mee. Maar het was zo serieus soms, hè? Marjan, als tandarts verdien jij natuurlijk aardig. Nou, dat valt wel mee, want ik ben schooltandarts. Wat? Oh. En die leveren lege melkflessen in. Hoe gaat het dan? Daar word je toch ook voor betaald? Jawel, maar ik heb het niet gedaan om er rijk van te worden. Maar ja, ik zou wel wat meer willen verdienen om een eigen praktijkje te kopen. Okay. Waar zou jij geld voor willen sparen? Waar zou je voor willen sparen? Over wat? Heel veel dingen. Ja, maar noem maar eens één. Kevercabrio. Een kevercabrio, een auto. Dat is leuk. Een van de mannen geïnteresseerd in een kevercabrio? Mehmet? Een rode. Een rode? We hebben eenmaal een rode kevercabrio in de aanbieding. Wel een Porsche. Dat is een soort kevercabrio. Ja. Ja, sommige mensen weten dat. De kever komt van de Porsche. Doe geen concessie, hoor. Geen concessies? Geen concessies. Michel, geld. Hoe belangrijk is het voor jou? Het is makkelijk als je het hebt. Het is makkelijk als je het hebt, ja, maar dat zeggen we allemaal. Ik denk niet dat het belangrijkste is. Nee, want, nu komt hij. Dames en heren, het is een romantisch programma, let op. Geld maakt niet gelukkig. Geld maakt niet gelukkig. Applaus! Daar was ik een beetje naartoe onderweg. Het ging alleen niet zo snel. Mirjam. Of Michel. Laat ik bij Michel verder gaan. Ik heb wel die link gelegd, hè? Mirjam, Michel nu. Wat vind jij van house music? House muziek. 1. Vreselijk, want er gaat mijn head van bengen. 2. Dat vind ik prachtig, house muziek. 3. Ik draai thuis geen muziek. Ga je gang. 1. Dat vind jij vreselijk? Ja, ik vind er niks aan. Jij vindt er niks aan? Nee. Ben je wel eens naar een house party geweest? Gelukkig niet. Gelukkig niet. Nee. Nou, dat zou best leuk. Er zijn 47.000 kippen mee. Dat kan lachen. Dat wordt een house party, dat kan ik u verzekeren. Dat wordt wel gezellig, ja. Maar van wat voor soort muziek hou jij dan wel? Want dat willen wij weten. Gewoon lekker rustige muziek. Top 40. Top 40. Claudia Estefan. Claudia Estefan. Ja, in de top 40 house, staan minstens 10 house nummers. Dat is altijd zo. Nee, maar Claudia Estefan, een beetje balladachtig. Ja. Beetje balladachtig. Koop je veel platen? CD's. CD's. Ja. We hebben een aanbieding. Nou, niet een aanbieding, maar we hebben man met CD-speler. Belangrijk. Maar ik wil niemand voortrekken. Mehmet, heb jij een CD-speler? Nee. Oei. Wel in de kroeg. Oei.
Twee. John, heb jij een cd-speler? Zeker. Zeker, ja. Zegt hij. Ja, de man met geld, de man met geld. De vraag is voor jullie allemaal. Wat vind je van house muziek of house music? 1, vreselijk, daar gaat je het van brengen. 2, prachtig. 3, je draait thuis geen muziek. Ga je gang. Ik wil het weten van Mirjam. Ja, vreselijk. Vreselijk? Ja. Ik heb er geen ander woord voor. Ja, ja. Maar wat dan wel? Ja, wat dan wel? Een beetje... softe muziek. Softe muziek? Softe muziek, ja. Heb ik het hier over Billy Idol-achtige softe muziek? Ja, zoiets. Zoiets. Billy Idol is nogal heavy. Maar... Maar je bedoelt een beetje ballads. Marje, ja. Marion? Nee, ik vind het niet zo leuk, maar misschien ben ik er wat te oud voor of zo. Wel nee, je bent een hele jonge vrouw. Daar ben je nooit oud voor. Oh. Maar wat vind je dan wel mooi? Nou, ik hou van swingmuziek, hè. Lekkere disco dreunen. Swingende muziek. Ga jij vaak uit naar de disco? Af en toe. Ja. Heb je een vaste verblijfplaats dan? Ja. Ja? Daar kent iedereen je ook? Nou, ik hoop het niet. Nee, maar jij houdt van lekker dansen. Lekker je kan swingen. Lekker uit je bocht gaan zagen. Ja. Harriet? Ja? House muziek. Vreselijk. Kunnen we niet mee, bij jou mee aankomen? Absoluut niet. Ik hou van Van Morrison. Van Morrison. Yes. Lady told you. Wat zeg je, Mehmet? Nee, Mehmet begon te zingen. Nee, ik begon dat nummer van de vijf. Lady told you I love you. Lady I told you I love you? Is dat bekend? Dat is leuk. Dat is, leuk. Is dat van Van Morrison? Ja, is van Van Morrison. Leuk dat je daarmee komt voor Harriet. Hè? Dat... Nou, hij gaat lekker, Mehmet. Dik voor elkaar. We gaan naar John. Wat wil je absoluut niet in je kamer zien lopen? 1, een muis. 2, je schoonmoeder met krulspelden. 3, de inhoud van een aquarium. Water dus. Geen schoonmoeder. Druk maar hoor. 2, dat lijkt me... Geen schoonmoeder? Nee, dat lijkt me... Nou is het natuurlijk een soort strikvraag. Ja. Want schoonmoeder met krulspelden, dat is natuurlijk gekkigheid, want die bestaan er helemaal niet. Nee. Ik zie allemaal mannen lachen, deze. Allemaal getrouwde mannen op de tribune zie ik lachen. Maar, wat voor een idee fix heb jij van een schoonmoeder? Ja. De familie van jouw vriendin, vind jij niet belangrijk? Is wel heel belangrijk natuurlijk, want het zijn haar ouders. Dat is duidelijk. Ja, dat is heel duidelijk. Ja, maar... Ja, en dat hoort er dan gewoon bij. Dat neem je in zekere zin neem je het op de koop toe. En als je geluk hebt, dan heb je hele leuke schoonouders. Ja. Maar je kunt het zeker ook niet treffen. Ja, precies. Waarom? Maar waarom dan zo nodig dat jij je schoonmoeder niet over de vloer wil hebben? Nou, heet dat... Nee. Je zou je beklemd voelen? Ja, zeker. Ik help zeker als het iedere dag moet. Ja. Ja. Nou, goed. Dat is inderdaad wat extreem. Daarom? Daar zou ik zelf niet aan moeten denken. En ik ben heel dol op mijn schoonmoeder. Michel, ik stel de vraag even aan iedereen. Wat wil je absoluut niet in je kamer zien lopen? 1, een muis. 2, schoonmoeder met krulspelden. 3, de inhoud van een aquarium. Of wij bedoelen waterschalen. Ga je gang. Harriet? Ja? Je zegt zo steeds ja, eerst altijd. Dat is wel leuk. Nummer 3. Omdat, A, ik vind muizen wel leuk. Meen je dat? Ja. B, ik heb nog nooit een schoonmoeder gehad, dus daar kan ik niet over oordelen. Ja. En C, lijkt me lastig. Dat lijkt je lastig? Ja. Want dan krijg je schade van. Klopt. Gaan we even terug naar die muis. Ben jij niet bang voor muizen? Nee hoor. De meeste vrouwen, en mannen trouwens, zijn wel bang voor muizen. Nee, ik ben niet bang voor muizen. Heb jij huisdieren? Ja. Wat? Een hondje. Een hondje? Oh, ja. Geen muizen? Nee. Zij is van het hondje. Een hondje? Ja. Jij bent niet bang voor dieren? Absoluut niet. Ik ben voor dieren. Ja, ik heb muis ingedrukt. Omdat ik een waterbed heb en ik ben bang dat hij dan dat stuk knaagt. Oké. Ja. Je slaat wel goed s'nachts, of je slaat echt doodsangst uit dat die beesten eraan komen. Ik heb geen muis hoor. Ja, nee, wat zouden ze met een waterbed moeten? Heb je verder wel huisdieren? Nee. Absoluut niet. Nee. Waarom niet? Nou, geen tijd? Ik heb wel 3 kanaries ooit gehad, maar die gingen in 1 maand dood. Ja, wat pijnlijk dat we daar nou op moeten komen. Ja, ik voel me wel een ontaarde moeder inderdaad. Ja, ja. Excuses dat ik dit onderwerp heb moeten aanroeren. Maar het geeft niet, joh. Ja. Mirjam, ik durf het bijna niet te vragen. Nee. Ik durf het bijna niet te vragen. Zeg dus. Wat heb jij met je schoonmoeder? Of nou, niks. Maar ik alleen die krulspelden, die absoluut niet, hè.
Heb jij zelf nooit krulspelden? Nee. Wat doe je dan wel met je haar? Laat ik gewoon hangen. Natuurlijk. Natuurlijk. Ja. Maar even nou die schoonmoeder zonder krulspelden. Ja. Zou je het vervelend vinden, de familie van je vriend over de vloer? Nou, zou ik ze eerst moeten ontmoeten natuurlijk. Ja, precies. Even de kat in de boom. Maar je zou het niet elke dag willen? Nee, zeker niet. Hartstikke leuk. Heb je gehoord, John? Ja. Op één lijn zitten we hiermee. Ja. Hartstikke leuk. Mehmet, ik stel deze vraag nog niet aan jou. Ik kom straks bij. Ja. Ik ga naar Harriet. Harriet. Ja? Ja, ja? Heel goed. Ja, nee, ik ging hem bijna missen, want je bent zo heel, heel beleefd daarin. Hoe vaak heb jij een blauwtje gelopen? 1. 1 keer. 2. Meerdere keren. 3. Nou Rolf, daar kan ik je het volgende over vertellen. Ga je gang. Meerdere keren. Meerdere keren? Ja. Vertel. Ja. Er zijn natuurlijk altijd mensen die niet op mij vallen. Ja. Maar hoe is dat dan gegaan? Dat jij op iemand afstapte en dat werkte niet helemaal? Nee, ik heb 3 jaar in Spanje gewerkt. En toen ben ik daar heel erg verliefd geworden. Ja. En hij in het begin ook op mij. Maar... Hij had verschillende horecabedrijven, maar dat vond hij toch belangrijker. Horecabedrijven, Mehmet? Ja. Nee, ik ben niet geïnteresseerd in mensen die in horeca werken. Oh. Niet meer. Oh. Zo bedoel ik niet. Maar goed, dat liep niet helemaal goed af. Je hebt meerdere keren een blauwtje gelopen. Jawel, ik denk dat ieder dat wel heeft. Dat is zeker, zeker zo waar. Michel, hoe vaak heb jij een blauwtje gelopen? Genoeg. Hallo. Ik was even bang, ik was heel even bang dat je ging zeggen om grappig te zijn 47.000 keer. Maar, dat was wel grappig geweest. Maar, dank u. Ik denk dat we eruit zijn. Er is iets gebeurd hier. Iets prachtigs, iets moois, iets onvergetelijks. Dames, even serieus. Welk van deze 3 mannen vind je leuk? En welk van deze 3 mannen wil je vanavond nog op stap? Voor jullie heren geldt, met welk van deze 3 dames wil je vanavond nog aan de rol? Hè? Feest, gezellig. Dames, aan jullie als eerste de keus. Ga je gang. En nu de heren. En u weet het, dames en heren, wat er precies gebeurt, dat hoort u straks. Want eerst sturen wij de reclame op u af. En daarna zijn we weer terug with love. De echte muziekliefhebbers weten het al lang. De zaterdagavond begin je met de Zaterdagavondshow. Waar anders dan daar zie je in een uurtijd alle grote sterren van ons land. Gordon, Bonnie Sinclair, het Rosenberg Trio, het duo Indigo en Grand & Forsyth. Dat zijn slechts een paar van die gasten die we vanavond vanaf 9:15 ontvangen in de Zaterdagavondshow bij RTL natuurlijk. Hartelijk welkom terug bij Liefde op het Eerste Gezicht. Bij de mannen hebben wij nog zitten. John, Michel en Mehmet. En bij de dames Mirjam, Marion en Harriet. Wie heeft voor wie gekozen? Dat is de vraag. We beginnen bij onze tandarts Marion. Moet ik drukken? Nee. Nee. Je kan gewoon relax blijven zitten. Ontspan je. Net als patiënt in jouw stoel. Ontspan je, relax. Laat het dan maar even zien. Lach je. Ja. Voor wie heeft Marion gekozen? Wow! Marion kiest voor Michel. Marion, waarom? Nou, hij ging met jou al een babbel aan als hij bij mij in de wachtkamer zou zitten. Dus ik denk, een goede patiënt. Een goede patiënt? Ja. Ik weet niet precies wat je met hem wil doen als zijnde patiënt, maar... Dat weet ik ook nog niet. Was het vanaf het begin dat je je tot Michel aangetrokken voelde? Ja hoor.
Oké, heel eerlijk. We gaan naar Michel. En die zit daar te lachen als kuifje in Amerika. Voor wie heeft Michel gekozen? Wow! Michel kiest Harriet! Michel. Ik vond ze wel leuke pet-oogjes heeft. Ja. En ik hou van honden als ze niet te groot zijn. Wat zeg je? Ik hou van honden als ze niet te groot zijn. Omdat Harriet een hond heeft, bedoel je? Ze heeft toevallig een hond, ja. Ja, 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 nee, precies. Nee, nee. Het klonk ineens maar. En wat verder? Ziet er wel leuk uit, ja. Wel leuk uit, wees nou eerlijk. Ben toch eerlijk? Ziet er heel leuk uit, toch? Vind je? Diep in je hart? Mag je best zeggen, mag je best zeggen. We gaan naar Harriet. Voor wie heeft Harriet gekozen? Wow! Oh. Dat vind ik leuk. Dat is leuk, dames en heren. Harriet kiest ook Michel, ons eerste love duo. Ja. Het is voor elkaar. Harriet, waarom koos jij Michel? Nou, ik hou heel veel van dieren en ik zou dolgraag op een boerderij willen wonen. Ja. Ja, nee, ga door. Ik luister. En daarnaast heeft Michel natuurlijk uitstraling. Hij is duidelijk aanwezig en dat vind ik wel prettig. Oké, okay. Heel duidelijk. Dank je wel. Ja, dit is een mooi love duo, dames en heren. Maar er kan meer gebeuren, want we spreken hen straks nog. We gaan naar Mehmet. Voor wie heeft Mehmet gekozen? Oh, Mehmet, dat is jammer. Ja. Zij is net vergeven. Waarom koos jij ook jij Harriet? Van Morrison, dat vond ik wel leuk, ja. Wat zeg je? Van Morrison vond ik wel leuk. Ja, Van Morrison, ja. 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 En voor de rest? Nou, gewoon toch wel iets lief in het gezicht. Iets liefs in het gezicht. Helaas, het mocht op dit moment niet zo zijn. We gaan naar Mirjam. Voor wie heeft Mirjam gekozen? Wow! Mirjam kiest weer voor John. Mirjam. Waarom? Dat is de vraag inderdaad. Nou, ik vind het erg leuk dat hij veel geld verdient. Dat vond ik erg leuk. En dat hij dat de partner op de eerste plaats komt. Erg. En verder vind ik zijn stropdas waanzinnig. Stropdas waanzinnig. Met de Mickey Mouse. Ja. Maar is het jouw type? Dat moet nog blijken. Dat moet nog blijken. Ja. Maar voor dit moment zeker. Er zou nog iets kunnen gebeuren, kan ook gigantisch misgaan. Die kans is natuurlijk volgens de kansberekening groter. Maar of het echt zo is, we gaan naar John. Voor wie heeft John gekozen? Duo's vanavond. John, verklaar je nader. Ja, gewoon op het gebied van de schoonmoeders konden we elkaar goed vinden. En ja, geld van allebei misschien wel een beetje belangrijk. En ze heeft leuke oogjes en leuk contact zo. Ja. Leuk contact. Ja. Er was contact. Er was contact. Hartstikke leuk. Ik zou zeggen, John, Mirjam, kom ervoor. Hoi. Je begint te lachen, je doet een stap achteruit. Ja. Zo hé. Je zit te veel voor dit moment even. Maar goed, wat ga je doen? Nee. Je valt weer weg. Er staat iemand op me te wachten, maar die haal ik zo wel. Met... Oh. Ja. Hey, hartstikke leuk. Waarom lacht hij nou zo? Is het... Ja, ik wist niet waar we moesten gaan staan, want de bedoeling was... Hij kwam al lachend op, hè? Zag je dat niet? Nee. Nee, oh, nou, dit is zo'n gesprek wat even misgaat. Heel goed hè? Daarom. Ja, precies. Even kijken naar die ogen. Dat, ja, dat is wel goed, hè? Een beetje een sekspiel. Ja. Ja. Nou, het waren de ogen van jou die hem deden bij hem, hè? Oh jee. Ja, het is mooi om het van zo dichtbij te zien. Nou, ja. Wij wensen jullie heel veel plezier vanavond, want het is een beetje... Ik word er zelf een beetje onwennig van, als, hè, zo staan en dan... Jullie gaan... jullie gaan ja, ik moet nou ja, in ieder geval uit eten. Ja. We weten ja. alleen nog niet of jullie terugkomen, want dat bepaalt het publiek hier. Ja, zo maar in ieder geval, dat. Jullie gaan vanavond elkaar beter leren kennen en wie weet wat er allemaal verder van komt. Ik wens jullie heel veel plezier. Nee, dankjewel. Dames en heren, geef een applaus. Tot ziens. Dankjewel.
ik zag al dat jij iets stond te doen. Ik begreep het niet helemaal. Kom maar, kom dan. Dit is het hondje. Want Michel. Harriet en Michel. Ja. Kijk eens. Kom eens hier. Hallo. Hartstikke leuk. Het is Michel. Want ja, als jij met Harriet in zee gaat, ga je ook met dit hele lieve hondje in zee. Hè? Want het is jouw kameraad, hè? Absoluut. Ja, precies. Bedankt, hartstikke leuk. Kijk nou. Hallo, liefheid. Oh, dat gaat goed. Ja. Even kijken of hij niet bijt. Ja. Ja, Michel. Jij hebt ze nog. Wat is het? Wat is het? Hij is mooi groot. Ja. Ik heb hem gevonden in Spanje. Je hebt hem gevonden? Ja, het was die 4 weken oud. Ja, en hoe oud is hij nu? Bijna 2 jaar. Oh, hij blijft dus zo klein? Hij blijft zo. Ja, ja. Nee, ik dacht dat hij heel jong was. Leuk, ja? Hè? Ja. Hou je ook van honden? Ja. Heb je ook honden of niet? Nee, ik heb geen honden. Oh, hij heeft nog geen honden. Nou, ik heb er een aan de muur hangen. Ja, precies. En mag ik dan vragen, Harriet, houdt hij van kippen? Ja, misschien. Ik zou zeggen, alleen de kippenpootjes. Ja, maar wat dat betreft aan de lijn natuurlijk. Ja. Hey, jongens, jullie gaan vanavond heerlijk uit eten. De hond gaat mee. Hoe heet de hond eigenlijk? Perro. Af. Perro zit. Ja, dat doet hij prima. Perro gaat mee met jullie. En ja, wellicht zien we jullie volgende week terug. Dat weten we nu nog niet. Maar in ieder geval wensen we jullie heel veel geluk samen. Absoluut. Hartelijk bedankt. Voor jullie gaan nemen we natuurlijk ook afscheid van Mehmet en Marjon. Heel hartelijk dank voor het meespelen. En nou begint Caroline weer verliefd te raken op de hond. Dus, heel verwarmd programma. Ik zou zeggen, jongens, ga lekker genieten van elkaar. En dankjewel. Heel veel plezier. Heeft een applaus. Tot ziens. Het schoot ons ineens te binnen toen Harriet zei dat ze zo gek was op beesten. En hij ook denkt, nou dan moet hij het maar meteen weten ook dat er ook nog een hondje is. Ja, nee, hartstikke leuk. Ja, precies. En hij, Michel viel in de smaak bij de hond, dat was duidelijk. Absoluut. Want daar zijn ze heel kieskeurig in. Ja. Nou, het was leuk. Absoluut. Ik heb weer genoten. Ik hoop jij ook. Absoluut. Ik hoop u ook thuis natuurlijk. Ja, en hier op de tribune. U was gezellig publiek. Dank u wel. En u bedankt voor het kijken. En graag weer. Viel wel mee hoor, dat vind je misschien zelf, maar dat viel wel mee. Showbiz nieuws, interviews en veel Nederlandse muziek. De Zaterdagavondshow, straks bij RTL 4.